2021 is al bijna weer voorbij. En het was een weerjaar met vele extremen. Van sneeuwstormen tot tornado's en recordwarme maanden. Het kwam dit jaar allemaal voorbij. In deze video hebben we een overzicht met de meest in het oog springende weerfenomenen van dit jaar. Op 1 januari was het al raak. Ondanks het vuurwerkverbod kwam er regionaal dichte mist voor en in Utrecht en Zuid-Holland werd code oranje afgegeven. Na wat winterse speldenprikjes met her en der wat sneeuw, viel in februari Koning Winter echt even ons land binnen. In het hele land werd code rood afgegeven wegens sneeuwjacht en de stormen kregen ook de naam Darcy. Oké, koppie! Wow. Oh, mooi! Toen de dooi eenmaal inviel, werd ook in het hele land code rood afgegeven wegens verraderlijke gladheid door ijzel. Het contrast met het einde van de maand kon bijna niet groter. Februari sloot af met maar liefst 5 warmterecords. 5 dagen achtereen werd het warmer dan tijdens eerdere jaren werd gemeten. Juni werd dit jaar de warmste maand van het jaar. Met een gemiddelde temperatuur van 18,2 graden belandde de maand bovenaan de lijstjes met warmste junimaanden. Dat ging wel zonder een enkel warmterecord. Met dat warme weer ontstonden er af en toe ook pittige onweersbuien. Op 18 juni werd een ravage aangericht in Leersum door een valwind en in Oldebroek bezweken de elektriciteitsmasten door het noodweer. En dat was niet het enige noodweer waar we dit jaar mee te maken hadden. In juli ontstonden een aantal pittige regen- en onweersbuien die lang boven dezelfde plek bleven hangen. Dat leverde een record hoeveelheid neerslag op. Op 14 juli werd in Limburg code rood afgegeven wegens de overvloedige regen. Maar ook over de grens in België en Duitsland kwam het met bakken uit de lucht. De rivieren konden al die regen niet meer afvoeren en er traden grootschalige overstromingen op. De auto's drijven hier letterlijk door de straat, jongens. Het is echt... Ja, je kunt er niks tegen doen. Het is echt... Eind oktober kwamen er op meerdere plaatsen in Nederland tornado's voor die plaatselijk voor veel schade zorgden. ...2021 was een bewogen jaar met veel weersextremen. Ook volgend jaar houden wij je op de hoogte van het laatste weernieuws. Nog een fijne jaarwisseling!